Yo mensen, ik ben Sven, welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag hebben we deel 2 van de Team of the Year pack opening op natuurlijk FIFA 21. Mocht je van deze video gaan genieten, vergeet niet even je telefoon te draaien en op dat duimpje omhoog te klikken. En vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vandaag hebben we gewoon de highlights van de stream van vrijdag volgens mij. En ja, daar zit gewoon een leuke walkout in die we hebben gepakt. En ook doen we een icon SBC, dus dat krijgen jullie allemaal in deze video. Mocht je van deze video gaan genieten, nogmaals druk op het duimpje omhoog. En dan zeg ik voor nu, geniet van de video. En zilveren packs over mijn coins, is dat nog een optie, hè? Nou, ik zat niet te kijken. Wie pack ik? Carvajal! Ik mis gewoon een walkout! Ik was even wat aan het regelen. Kijk eens! Omega lul. Carvajal! Hij is een tradable, maar ja, boeien. Twee team of the years. Wat?! Je hebt een flashback Ronaldo! 87 reten. Wat? Nou, hoe moet je ervoor weten? Wat heb je? Een flashback Ronaldo. 80 reten, 84, 86. Zo, dat is ziek. Ja, dat hadden ze toch ook een keer voordat FIFA uitkwam aangegeven om er zoiets te gaan doen. Ook. Hij heeft wel 3 story food. Nou, dat is echt een kutkaart dus. Nou. Ook met Tim en ik. Packs. Oh, walkout! Ah, het is een UCL troll. Duitsland rechts midden. Gnabry. Oh, Pope zit op de bank. Dit is het. Eén schot. Daar ga je het in. Walkout! Een inform walkout! Oh! Engels, wie zit dan? Pope! Haha! Ja! Daar is die! Pope! Ik hoor het al, die gaat de club in. Nicky Pope! Je zal maar hebben, hij is tradable. Ah, toch 45k. Ik dacht dat het duurder zou worden. Tim, ik zat er ook aan te denken om bij iemand uit te halen, eigenlijk bij Nick. Maar dan moet ik even weten waar hij is om dan gewoon s'avonds gewoon een keer gewoon 5 pizzas of zo te bestellen. Zeg ja, ik betaal aan de deur. Ja, dat kan. Natuurlijk kan dat. Nou, betaal aan de deur, dat is kut. Want dan nee, ik heb hem besteld, jawel. Nu kijk even je Insta. Ja, dat is een goede prank. Kijk of je het leuk vindt. Je bent wel een beetje een prankkoning, hè? Ja, Luc noemen ze ook wel de prankmeister 2.0. Vandaag op mijn werk ook heb ik vanochtend ook... Wanneer Truco of zijn vee wil staan. Ja, maar dat moeten we ook niet doen. Waar is Truco eigenlijk dan? Ja, geen rook. Jongens, we zijn bij de 50k. Nee, de 55k. Die is even aan het whippen en aan het flippen. Waar heb je hem naar gestuurd dan tegen? Ja, Koen, heb je het nieuws al gehoord? Nee. Wanneer moet ik het... Oh, walkout! Eindelijk weer. Come on. Wat is het nieuws? Oh, Oblak. Nee, Handanovic. Het is nooit Oblak! 55 capex. Walkout, come on. Ah, normale. Spaans! Goalkeeper! Dat kan mij niet zijn, jongens! De Hea! Hoe roemen ze het zeggen, de Hea? De Hea, oh, en de 84 en 283. Ah ja. Dan hou je mij niet klaar. Dat heb ik ook gedaan. Zo. Oh, Ter Stegen! Ik zag niet eens dat het een walkout was. Oh, verdomme zeg. Ter Stegen! Kijk eens. Ter Stegen in de pack. Oh my god, ik heb Ter Stegen! Karius.
Ja, en de rest is poep, stront. Gaat lekker. Dikke stront door een dikke trechter. Walcott uit een rare goal pack. Ja, leuk voor België. Paars, paars. Is het? I got Hazard. Welke? 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 Ken jij een ander? Oh, wow. Nou, dat is niet gek. Goed voor de? Nee, is Icon SBC. Nederland, zijn we toch helemaal zat, jongens? Gaan we schaatsen? Ja, ik denk gelijk dat er 10 centimeter ligt. We gaan schaatsen. Walkout, nog één! De Rare Gold Packs, ze doen het! Ik heb het gezegd. Italië, centermid. Verratti. 86, waar kan die in? De Icon SBC. Ah, deze knop. Ah, hij belt, jongens. Goed nieuws. Twan. Je had gebeld. Ben je nog wakker? Ik zit beneden met vier. Ik heb je nodig. Voor? Een paar seconden. Je moet even de Icon Pack openen, zodat ik het niet zie. Die zou ik graag willen hebben. Cruijff, Eusebio, Fernando Torres. Maar trouwens, een baby of mid is niet goed. Doe maar een Leutar of zo. Ik krijg een Leukien. Mag ik klikken? Ja, ja. Oké, ik klik hem aan. Moet jij met ze naar de club? Twan, ik wil niet je gezicht zien. Doe hem naar de club. Hij is stil, jongens, dan is het nooit goed. Wat is dit dan? Is die weg? Oké, jongens, hij is weg. We horen het. Wat? Hij loopt een beetje te lachen. Dus dan is het zeker shit. We gaan hem opzoeken. Van je weg dik. Oké, jongens, daar gaan we. Leak Icon. Dan beginnen we achteraan. Nou, ik zit helaas nog in mijn pot FIFA, man. Ik kan niet met je meekijken. Oekraïne? Nee. Wales. Goed nieuws. Nee. Servië? Nee. Schotland zou chill zijn. Is het niet? Zweden? Is het niet? Nee! Godverdomme! Ierland? Is het niet? Roemenië? Is het niet? Rusland? Is het ook niet? Kijk eens, begint goed. Kijk eens. Nou, gaan we snel doorheen. Mexico? Ook niet. Nigeria? Ook niet. Noord-Ierland? Ook niet. Kijk eens. Nou, het begint ergens op te lijken, maar je moet nog veel zijn. Kan erin. Dit moet erin hoor. Oh, Ivoorkust. Nee. Japan. Geen Nakata. Yes, geen Nakata. Ja. Hungary. Geen Puskas. Ja, Denemarken. Is het ook niet? Finland. Ook niet. Ghana. Ook niet. Cameroen? Nee. Kroatië. Ook niet. God voor de kans. Tsjechië. Ja, ook niet. Bulgarije, Bulgarije, Hongarije en dat was het land, denk ik. Ja. Top 9 landen. Zeg het maar, jongens. Zitten we bij de top? Ja.
Ja, dan gaan we eerst natuurlijk die Spanje doen. Spanje. Is het niet? Ja, Engeland, die wil ik weg. Ik zou even een Italiaan. Nee, we doen Engeland, Geen Engeland, yes. Dat is de dub. Lekker. Italië. Nou ja, daar zitten wel een paar chill hoor. Geen Italië. Zo, stel ik kreeg Cannavaro, dat had kut geweest. Ja, precies, dat bedoel ik. Portugal gaan we voor. Alleen, ik wil niet bij de Deco Club. Kom aan. Oh, zo. Geen? Het was een leenkaart, Leen Vigo. Oké. Daar wil je helemaal niet bij. Ja, Argentinië is gewoon kut eigenlijk. Behalve Maradona. Aha. Geen Argentinië. We hebben nog Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Nederland. Doe Brazilië. Dan Duitsland. Ja, Duitsland. Denk ik. Duitsland. Nee. Nou, ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn. Schweinsteiger. Daarom keek ze al zo. Linksmiddenkaart zeker. Ja. Ik weet niet of je er blij mee moet zijn. Kijk hoeveel die waard is. Nee! Oh, kon je er nog bij komen? Hij had voor 400.000. Oh, dat is wel meer dan mijn bar, dat wel. Ja, maar hij... Zou er niet heel blij mee zijn. Ah, je moet hem op sentiment spelen. Lekker Rashford. Goed jongen, 2-1. Ja, voor middenal is hij... Prima, allround. Ja, hij heeft op zich wel prima stat.